verkiezingen gaat het vaak alleen over Nederland. Maar we leven in een tijd dat internationale samenwerking zo ontzettend belangrijk is. Want vrede, veiligheid, vrijheid, het zijn allemaal abstracte begrippen tot je het kwijt bent. Ik ben hier in het Bevrijdingsmuseum helemaal gewijd aan de mensen die hebben gevochten voor onze bevrijding. Maar vandaag de dag is dat natuurlijk nog net zo hard nodig. Ik heb zelf een internationale achtergrond. Ik heb rondgelopen in Zuid-Afrika. Soms droom ik 's nachts nog van de opgestapelde schedels in Rwanda. En ik heb mijn hele carrière gewijd ook aan het versterken van de internationale rechtsorde. En dat is precies wat wij als PvdA ook willen. We willen de internationale rechtsorde versterken. We willen investeren in het defensiebudget om er ook voor te zorgen dat onze militairen genoeg ruimte hebben, genoeg ook spullen hebben om te doen wat ze moeten doen. Willen wij als PvdA ook echt investeren in het defensiebudget. Om te zorgen dat onze militairen genoeg middelen hebben. En dat ze die kunnen gebruiken voor de NATO, maar vooral ook voor vredesmissies. Want het versterken van die internationale rechtsorde, dat is zo ontzettend belangrijk. Daarbij hoort ook pal staan voor de mensen die nu ook nog vechten voor onze vrijheid en voor onze veteranen die vaak nog jarenlang met trauma's zitten van hun inzet in oorlogsgebieden. Ook daarvoor willen wij opkomen. Want vrede, veiligheid, vrijheid, het is mensenwerk. En voor die mensen staat PvdA.